Hallo en welkom iedereen bij alweer een nieuwe YouTube-video. Vandaag zal ik het dus hebben over het heringsproces van dit hier dus. Ik ga allereerst al beginnen met een videootje van hoe het gedaan is geweest. Dat ging dus... Zo dus, ik hoor de laatste tijd ook veel de vraag van bepaalde mensen, zijn tattoos zitten pijnlijk? Wel, ik ga nu niet zeggen dat het helemaal niks doet. Ik bedoel, iedereen zijn pijngrens is helemaal anders. En iedereen reageert er helemaal anders op als anderen. Maar in mijn ogen zullen we de eerste 5 minuten, doe het wel een klein beetje raar. Maar na verloop van tijd zit het echt wel gewend, zie je. Voor de personen die nu juist hun eerste tattoo hebben gezet, een dikke proficiat ermee, veel geniet ervan. Er gaat binnen nu en enkele dagen, uw tattoo gaat er helemaal niet uitzien. Er gaat een crust opkomen, het gaat beginnen jeuken, het gaat echt wel fameus zwaar beginnen te jeuken. De 3 raden die ik u daarvoor kan geven is vast en vooral niet krabben. Dat is al nummer 1, snap je? Nummer 2 is met 2 vingers gewoon een keer even over de tattoo even gaan. Gewoon lichte bewegingen zoals deze maken. Dat de jeuk een klein beetje verdwijnt. Gouden tip 3 is eigenlijk like, ook te blazen. Maar ja, bij sommigen helpt dat, maar bij sommigen niet. Bij mij helpt dat bijvoorbeeld niet. En er is nog een extra gouden tip, maar dat is gewoon om er niet aan te denken. Niet aan te denken dat je jeuk hebt en zal maar gewoon even op je tanden bijten. Het is maar voor enkele dagen en dan gaat die jeuk echt wel weg, snap je? Maar hoe dan ook, zou ik graag zeggen, geniet van deze reis. Van de afgelopen dagen dat ik gefilmd heb, zowel s'morgens, keer s'avonds soms. En ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Dus, ciao ciao. Dag 1. Momenteel zit de voorleden nog op. Momenteel. Maar die gaat er waarschijnlijk morgen afgaan. Dus ja. Beetje bloed hier langs de zijkant, maar dat is volkomen normaal. Komt wel goed. We zijn dus momenteel dag 2 en zoals je kunt zien is de plastic eraf gehaald. Ik gebruik nog juist plastic folie om te slapen, anders komt er vuil in en dat willen we natuurlijk niet. Wat ik zeker aan vast kan aanraden is als je hem wast, niet laten weken in bad. En met antibacteriële zeep afkruisen. En droogtoppen met keukenrolpapier of iets proper. Gewoon, ja, niet, gewoon zien dat er niets van vuil komt. En momenteel zitten we dus bij de dag 3. Zoals je kunt zien is de huid nu echt tamelijk droog. Binnen een klein beetje wel naar hier te komen, dus er komt zeer waarschijnlijk binnenkort een korst op. Dus we zijn ook vandaag naar de apotheker geweest om gewoon meer plasmine te gebruiken. Te gaan halen bedoel ik. Je kunt ook B-pantheon gebruiken. Meestal gebeurt dat je deze moet over dat toesmeren, s'morgens en s'avonds. Dus daar gaan we er een keer mee beginnen. Dus over naar dag. Dag 4. Het jeugt momenteel nog niet echt. Maar het zal wel ver gaan afpellen, pas ik. Geduld. Momenteel zijn we dus aan dag 5 gekomen. Zoals je kunt zien is het tattoo wel een beetje hard aan het worden. Dus de korst begint eraf te komen. De korst begint erop te komen bedoel ik dus. Ik ga gewoon blijven smeren. Zowel 's morgens als 's avonds.
En we zullen zien wat het morgen geeft. Momenteel zitten we dus bij dag 6. Zoals je kunt zien zijn er al een paar koersjes opgekomen. De jeuk begint stilletjes aan. Maar dat houden we dus natuurlijk tegen met het product dat we hebben, de zalf. Dus straks een keer insmeren. En wachten op het resultaat van morgen voor dag 7. We zijn dus een week later, omdat de toeter gezet is. En het zaakje jeukt echt erg. Maar als wat, we moeten erop blijven en blijven inzalven, dus dat ga ik ook doen. De tattoo ziet er echt wel momenteel niet echt uit en zo, maar binnen 2 dagen normaal gezien zou dat wel beter moeten zijn. Dus ja, dag 7. Dag 8, het afpeuren is begonnen. Eens dat we daardoor zijn, is de tattoo eigenlijk helemaal geheeld. Het zal nog enkele dagen duren, dus ik denk misschien dinsdag of woensdag dat hij compleet zal geheeld zijn. Oké, we zijn dus nu bij dag 9. En zoals je kunt zien ziet dat doet er echt niet echt uit. Dat kun je wel aan het afpellen is. Maar je blijft gewoon even zalven. En na de loop van tijd zal dat wel goed komen. Dag 10. En hij is al like, super goed geheeld. Dus wow, op mijn laatste video. Dan zien we dat zo wel aan het starten. Ja, ja. Dus ja, over naar dag 11. Wel, deze is de laatste dag, de final day. Zo is hem geheeld. Na 11 dagen zou je normaal zien uw tattoo zo kunnen uitzien. Buiten een klein beetje deze met een korstingprincipe, maar ja, dat gaat wel na verloop van tijd weggaan. Ik ga ook niet aan pillen en zo, want ja, anders is mijn tattoo naar de kloten en dat willen we natuurlijk niet. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Ciao, ciao! Zo dus. Stoe me niet, accent.